Gert Marco van Basten maakte ons Europees kampioen. Ruud Lubbers was premier, het haar van Huub Stapel was nog niet grijs. Burgemeester Abu Talib die werkte als nieuwslezer voor MTV, maar dan niet de MTV die je denkt. Het was ook het jaar van horror, bloed en actie in de Amsterdamse grachten. Dat een van de meest iconische Nederlandse films ooit werd uitgebracht, Amsterdam van Dick Maas. De Amsterdamse zussen van Lois Lane die scoorden toen een titelsong. Daar scoorden ze ontzettende hit mee, luister maar. Het goed meegezongen hier in tafel. Ja, heel goed. Oscar, heel jij het ook? Ja, natuurlijk. Huub, de aanleiding natuurlijk dat we het hierover hebben... is dat er dus na 35 jaar dik ja. Dat er uiteindelijk een vervolg komt. Mijn hemel. Ja, wie had dat gedacht? Nee, ik weet het niet. Jij nee, het was niet... heel komisch. Jochem ten Haaf kwam bij mij, collega acteur... maar tegenwoordig ook creative. En die zei, moeten we niet Amsterdam 2 gaan maken? Ik zei, is goed, ik bel Dick wel. En Dick zegt... Maar wacht even, gewoon überhaupt dit. Het is 35 jaar later. 35 jaar later. Waarom heeft dat, zeg maar, dat Dick idee... Dick vertelde mij, meerdere mensen zijn al in de loop van de jaren bij me geweest. Moeten we niet een vervolg maken? Dus nu was het Jochem en die belt. Ik zeg, ik bel Dick wel. Nee, zie ik niks in. Kunnen we die gaan eten? Ja, kan wel. Dus we gaan eten met Dick. Dick Maas, hè? Ja, Dick Maas, de regisseur. Ja. En bedenker en schrijver en scenarist en regisseur. En alles, ja. En, nee, zie ik niks in. Eind van de avond, nee, ik zie er niks in. 5 weken later, telefoon... Het is klaar. Ik zeg, wat is klaar? Het krimpt natuurlijk. Ik zeg, maar je zag er niks in. Ja, het is klaar. Jij bent de eerste die het leest. Ik zeg, nou, stuur maar door. 2 uur later had ik het gelezen en het is echt beter dan 1. Oh ja? Fantastisch, ja. Want laten we even, we hebben veel jonge kijkers ook hier... die niet allemaal lezen in 1988. Die geen idee hebben wie ik ben, dat is ook een geruststellende gedachte. Laten we even wat fragmenten kijken van die, de echte klassieker die het is, Amsterdam. Wat waren ze aan het doen vannacht? Ze waren bezig watermonsters te nemen. Het lijkt erop dat het watermonster hen genomen heeft. We zullen hem afkrijgen. De grachten zijn een ideale plaats om je in te verbergen. Je kan de hele stad door zonder ontdekt te worden. We zijn met een moordzaak bezig. Oh, zwaardere werk. Het kan nog een leuk feestje worden van de zon. Ja. Bizar. Geweldig. Bizar wat? Nou, wat ik allemaal zie, ik heb het heel lang niet gezien, maar nee? Het is echt, we hebben wel wat teweeg gebracht, ja. Nou, maar ook wel dat je meteen denkt, het was zo'n succes, toch? Ja. Ik geloof bijna miljoenen bezoekers in de bioscoop, wat echt voor Nederland bizar veel is. Ja. Dan is het ook... Ja, het voortschrijdende inzicht van de regisseur en van de acteur, dan... Kan het alleen maar beter worden, zou ik zeggen. Dat weet je zeker. Ja, ik zie Guido helemaal... Guido, ben je fan van de film? Guido kent het van buiten. Ik ken het beter dan Huub Stapel, volgens mij zelf. Oh, ja? Ik was zo'n fan van deze film. Dus ik vind het zo leuk dat ik vandaag uit The Masked Singer ben gegaan. Dat ik nu weer bij Huub aan tafel zit. Want destijds... ik was 11 of... Was het 88? Ja, ja. Toen was ik 11. Ik ben naar deze film geweest in de bioscoop. Als ik daarna door Amsterdam liep, durfde ik echt gewoon niet meer langs de grachten. Zo eng was die film. En ik wilde vanaf toen Huub Stapel worden. Dus ik heb op toneelscholen heb ik audities gedaan met het idee van... ik wil ook acteur worden door deze film. Ja, ja. Ik ben bij alle... Niet gelukt. Ik ben overal afgewezen. Overal afgewezen, ja. Maar die film heeft op mij zoveel indruk gemaakt. Ah, ja. Wat goed. Ik zit wel te denken, Amsterdam 2. We hebben hier ook natuurlijk een burgemeester van een andere havenstad. Rotterdam. Ja. Ik ken die film, ik heb hem gezien als jongere in die periode. Fantastisch om te zien. Dus ja, als je dat nog een keer wil doen in Amsterdam, dan snap ik wel, omdat dat dan een vervolg moet hebben. Maar ja, 60 kilometer verderop is natuurlijk ook een prachtig mooie stad met heel veel water. Ja.
En dat zijn met vergunningen in Amsterdam. Ah, u kunt ze een beetje tegen elkaar uitspelen. Dus we kunnen Femke en Ahmed tegen elkaar uitspelen. Maar u zou het wel willen in Rotterdam? Nou ja, in Rotterdam wordt natuurlijk een andere serie opgenomen. Flikken Rotterdam. En ik doe daar 1 gesprek per jaar volgens mij met de producent die langskomt en die zegt ik ga een nieuwe serie maken. En dan komt hij bij mij een kop koffie drinken en dan mandateer ik me naar een van mijn medewerkers. Maar het aardige daarvan is dat er niet een medewerker die op een bureau zit. Nee, die zit ook op de set. Die gaat ook mee. En heeft dit is een pitch, heb je het door? Ik weet niet hoe dat in Amsterdam gaat, maar hij heeft het mandaat om gewoon met de producent dingen te regelen in de openbare ruimte. Dus gewoon Erasmusbrug opblazen. Ja. Als, nee, die moet wel heel blijven. Oh, die moet heel blijven. Die moet heel blijven. Er komt een nieuwe brug. Ik snap heel goed, omdat natuurlijk deel 1 in Amsterdam is geweest met een Amsterdams karakter, met die prachtige mooie grachten, dat je misschien zegt, deel 2 doen we daar ook. Maar mocht je iets anders beslissen, ja, mijn telefoon... Ik neem het mee. Heel goed, heel politiek antwoord. Het is natuurlijk ook zo dat het voor heel veel acteurs een hele iconische film was. Voor jou, maar ook voor Monique van der Ven, Tatum Dagelet, Leontine Ruiters, eerst nog bestaande Ruiters. Dick Maas. Hiddemaas. Hiddemaas. Zeker. Wat had die een goede rol. Maar dat is natuurlijk wel... want jij gaat ook weer natuurlijk de regisseur dan spelen in deel 2. Ja. En is, zeg maar, blijft de rest van de cast voor een groot deel ook behouden dan? Nee. Dat kan ik al onthullen. Ik kan niemand van de andere cast onthullen hier. Maar het is niet zo dat als je in Amsterdam 1 zat, dat je dan ook in Amsterdam 2 zat. Alleen jij blijft en de rest wordt eruit gegooid. Nee, niet eruit gegooid. Wordt gekozen naar gelang het nodig is in het script. Oké. Ja. Toen we jou vroegen naar jouw favoriete scène, toen kwam je ook met een scène die ik denk voor heel veel mensen favoriet is. Dat is natuurlijk die speedboot-achtervolging. Ook omdat er voor jou een verhaal achter zit. Maar laten we eerst nog even die prachtige beelden bekijken. Ja. Ja, meneer Oudtalen, heb ik nog steeds een goed idee? Ja. Wel, dit allemaal trucendozen. Dus dit kan gekker. Nu is het wel zo. Wat zei je? Ik zeg, stiekem hoop ik toch een beetje op Amsterdam. Ja? Oké. Okay. Ieder zo zijn voorkeur. Ik heb het met die stad. Echt waar, joh? Ja. Kun je het horen dan? Nee, helemaal niet aanzien komen. Het is wel zo, Huub. En dat, sommige mensen weten dat, maar lang niet iedereen, dat je eigenlijk nog steeds elke dag die scène ook voelt, die speedboot-scène. Ja. Ik heb een permanente uitval in mijn rechterarm. We hadden de scène waarin ik aan het touwtje achter de boot hang. Hadden we opgenomen. En die eindigt met een T-splitsing. Ik spring net op het laatste moment terwijl ik in de boot ben geklommen achter het stuur en doe het stuur naar links. Voor in de boot was een stuk hout uitgesneden en daar lag de Engelse stuntman op het matrasje. Die stuurde en die gaf gas. Dus we hadden het een keer gedaan en de video had niet meegelopen. Oh. Dus we kwamen terug bij Dick en hij zei, ik weet niet of ik het heb. De video heeft niet meegelopen. Oh, moet nog eens. Wat irritant. Nou ja, en toen moesten we nog eens. En toen dacht de stuntman dat hij te dicht tegen de pijlen van de brug aan zat. Toen probeerde hij een correctie naar rechts te maken en toen naar links te sturen. En toen zaten we aan de overkant in de kademuur. Ik kan wel zeggen, ik heb het stuur vastgehouden. En dat is die sturen van die speedboten zijn tamelijk hard. Ja, ja. En ik had een beetje getraind door Johnny Vlodder, dus ik kon wel iets hebben. Maar dat stuur, dat liep dus zo. Dus waar mijn handen hadden gezeten, was zo'n inkeping. Ja. En de stuntman... We gingen er zo in, die lag dus hier. Als we er recht in waren gegaan, was hij voor de helft weg geweest, denk ik. Dat is 70 km per uur. Ga je nu je eigen stunts weer doen? Nee, Bert, geen zorgen. Ik ben wel atheïst, maar... En dat is dus, want wat voel je dan nu in je hand elke dag? Een soort, dove pijn, dus anders kan ik het niet noemen. Dove en we hebben toen grote onderzoeken gehad. En een jaar of 7 geleden ging de neurochirurg met pensioen. Die zei, ik vond toen zo'n uitzonderlijke casus. Ik zou het nog een keer willen onderzoeken. En toen hebben we een nieuwe MRI gemaakt. Ja. Of een PT, weet ik veel, een scan gemaakt. En toen zei hij, het is nog precies hetzelfde. Je hebt nog steeds voor de helft kans op een dwarslesie.
als we gaan opereren. Dus we laten het gewoon zo. Oké, je accepteert het? Accepteert. Ja, nou, dat is een... ik hoop dat twee inderdaad al beter verloopt met meer stuntmannen. Ja. Daar laat ik alles over aan de stuntman. Heel slim. Het duurt overigens nog wel even voordat we hem gaan zien, hè, ook volgens mij. Ja, 25 bestaat Amsterdam, 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Ja. En dan zou die in de bioscoop moeten komen. Dat zou mooi.